Mijn naam is Vincent Evert, Trend Watcher. Welkom bij de nieuwsbrief van 23 februari. Ik ben nu live bij het datacentrum van bit.nl, waar heel veel servers staan in Ede. En ik ben daar nu bezig om nieuwe miners neer te zetten. Want mijn oude miners, die werken niet meer. Dat is echt gewoon de D3 die dash maken. Als je kijkt op What to Mine, kun je zien wat die miners nou eigenlijk opleveren. Nou, dat is op het ogenblik nog $5, maar $4,50 ben ik kwijt aan elektriciteit. Ik ga ze nu allemaal vervangen. Dat betekent dat die dingen die ik voor $3,000 heb gekocht nu waardeloos zijn. Door L3 Plussen, die maken Litecoin. En daar krijg ik nog $14 per dag voor en $11 naar elektriciteit. Dus die leveren echt gewoon nog wat serieus op. Dus daar heb ik een mooi filmpje van ben ik aan het maken en dat kun je dus gewoon straks zien. Aan de andere kant heb ik ook iets heel leuks. Ik ben naar Tenerife geweest en heb in de Nissan Leaf gekeken. Nou, de Nissan Leaf, een waanzinnige mooie auto. En die heeft ook een mooie autopilot. Maar die autopilot werkt maar 5 seconden. Nu met deze hek, als je er een flesje aan hangt, dan rijdt hij gewoon keurig netjes door. Dan heb je niet elke 5 seconden hoe je daar nou eigenlijk niet moet. Ik wil even zeggen, het is volkomen niet toegestaan. En Nissan meteen reageerde van, sorry, dit mag absoluut niet. En even dat wil ik gezegd hebben, dit is helemaal op je eigen verantwoordelijkheid. Elke 5 seconden vind ik overdreven. Elke halve minuut, elke minuut wat de Tesla doet. Maar elke 5 seconden werd ik er gek van. Maar het is een hele mooie auto. Kijk even naar de review. Het is een Engelse review met Engelse ondertiteling. En ik vind het een geweldige auto. Alleen die hek die was nog eventjes nodig. Dan de werkelijke kampioen van elektrisch rijden is Wiebe. Wiebe Wakker ging 2 jaar geleden ging die weg. En die ging eventjes door de hele wereld rijden. Hij is in Rusland geweest, in Oekraïne, hij is in Iran geweest, hij is in India en hij is nu in Indonesië. Hij is nu in Indonesië, waanzinnig, maar hij is nu stak. En ik vind hem een echte held. Hij keek, kon je naar Australië rijden met een elektrische auto met een range van 100 kilometer, 120, 130. En hij heeft waanzinnige avonturen. Hij heeft prachtige verhalen gemaakt over de hele wereld, allemaal video's. Kijk naar hem, het heet Plug Me In, want hij ging gewoon zonder geld weg. En hij vroeg aan iedereen, mag ik alsjeblieft elektriciteit inpluggen? In ruil daarvoor maak ik video's, maak ik interviewtjes. En ga ik kijken naar sustainable projecten. Maar hij is stak. Hij is door een water gereden. En nu is zijn accu is kapot. En hij moet een vader en een zoon hebben. Dit zijn 2 monteurs die deze auto in elkaar hebben gezet. Die moeten het echt nu naar Indonesië. Het kost €5,000. Ik heb er al wat geld in gestopt. Ik heb ook €100. En gisteren had hij €300. Nu heeft hij €1,000. Hij heeft $5,000 nodig. Dames en heren, help deze man. Hij moet gewoon naar Australië toe. Hij is al zover. Het is een waanzinnig. Hij heeft een prachtig programma. Kijk naar die video's. En eentje ervan was zo mooi. Die video's die ik heb gekeken, die waren echt waanzinnig. Bijvoorbeeld in India. Nou, hoe die wereld beschrijft. Geweldig. Wiebe, je bent enorm fantastisch. Dan, we gaan zondag weg naar Barcelona. En in Barcelona gaan we dan naar de Mobile World Conference. Als je daar bent, kom meedoen met de tour. De tour wordt gewoon geweldig. We gaan 30, 40 dingen zien in een uur tijd. Met alles met artificial intelligence. We gaan even naar IBM, naar Watson. We gaan weer alle nieuwe headsets zien. Alles op netwerk, 5G. Blockchain, allemaal zelfrijdende elektrische auto's. Alles gaan we daar zien in een prachtige rondleiding. Kom daarheen als je naar Barcelona gaat. Bij de beurs van, bij de stand van CM in hal 8.1. Of bij het Holland Paviljoen in hal 6. Daar komen we en daar gaan we weg. En het wordt echt hartstikke leuk. Dan heb ik op 9 maart, als jij gewoon geïnteresseerd bent in de blockchain. Vorige week heb ik verteld over de blockchain conferentie die wij op 7 juni gaan doen. Maar op 9 maart doen de Zwitsers het. En de Zwitsers die hebben echt een fantastisch programma vastgesteld. Mensen van de UN die komen presenteren. Mensen van de politiek. Alle grote bankiers komen vertellen wat ze doen. Op 9 maart is er een blockchain-conferentie. Kost €700 geloof ik per kaartje. En €1,000 of €1,200 als je een VIP bent. Maar het is ook leuk dat er een Nederlander is. Dus Ben Benayé, die is een Nederlander, die heeft in Groningen gestudeerd, elektrotechniek en business. En die heeft altijd in de financiële wereld gezeten en die organiseert dat daar. Dus ik heb een interview met hem waar hij het over gaat hebben. En wat nou het belang is van al die ICO's en de regelgeving en de blockchain applicaties. Nou, hartstikke inspirerend om te gaan doen. En dan vind je het nog leuk om
hoe ik een scholier toespreek. Een scholier vroeg mij of ik hem wat antwoorden wil geven op een vraag. Nou, dat heb ik 18 minuten gedaan. Echt hartstikke leuk hoe scholieren gewoon geïnteresseerd zijn, projecten maken en daarover praten. Dus dat kun je zien. Hey, ik wou nog even zeggen van jongens, die Nissan Leaf hack, die is echt gewoon een hack. Dat is niet toegestaan, dat wil ik even, maar het werkt daardoor wel geweldig. Want het is elke 5 seconden is een beetje te veel. Alright, heb je nog vragen voor Barcelona? Heb je nog dingen die ik daar moet gaan filmen, die ik daar moet onderzoeken? Dan even vertel het me. Wil je mee met de tours? Kom lekker jezelf inschrijven. De links waar je dat kunt doen staan hieronder. En dan hoop ik je in Barcelona te zien of in Zwitserland. Of anders zie ik je volgende week weer op dit channel. Bye!